Ja, Ken, 1-1 vandaag tegen Norwich City. Oefenduel, hoe vond je het gaan vandaag? Hoe vond ik het gaan vandaag? Ik vond dat we zijn met veel dingen bezig als groep. En dat heb ik in de vorige interview ook gezegd. Een van die dingen was bijvoorbeeld dat we in de eerste twee wedstrijden best veel tegengoals hebben tegengekregen. Nou ja, daar zijn we dan mee bezig. Dan als het één goal is, kijk, het is, daar staan we niet op te letten. Moeten we mee aan de gang. Maar daar zie je wel dat er verbetering komt. Dat we steeds verder komen. Steeds meer minuten maken en steeds fitter worden. Ja, inderdaad, één doelpunt tegen. Maar voor de rest heb je best wel scherp staan verdedigen vandaag. Zie je dan ook nu al vooruitgang in zo'n korte tijd? Ja, tuurlijk. Wat ik zeg, als je naar de eerste wedstrijden kijkt, dan zitten daar heel veel goede dingen in. Maar dat is ook een ding wat iedereen kan zien. Het is een feit dat je het zoveel doelpunten tegen hebt gekregen in de eerste twee. Nou ja, vorige week 0 tegen. En nu dan die ene, ja, dan zie je wel vooruitgang. En dat is iets waar je mee bezig bent. Dat is heel direct naar de stand kijken. Maar als team en denk ik de staf en wij kijken ook naar wat er in het veld gebeurt. Hoezo dat komt, noem op. En ja, daar zie ik wel vooruitgang in. En dat is logisch. We zijn steeds verder in de voorbereiding. En wat ik zeg, het gaat steeds beter. Het is natuurlijk ook een beetje een gekke week. Hè? We zijn natuurlijk Tijani onder meer kwijtgeraakt. Dat is natuurlijk zo'n groepsproces. Peers weggegaan naar Almere City. Nou, volgens mij is Milos Kerkers op dit moment ergens anders om een transfer te bewerkstelligen. Hoe speelt dat allemaal door in de groep? Zijn jullie daarmee bezig? Of is het gewoon proberen te focussen op een proces richting die eerste eredivisiewedstrijd? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld een Tijani een heel mooi gevoel creëert voor de groep. Weet je, dat is heel mooi van hem, die stap. En ik denk dat de groep daaraan heeft meegedragen. Nou, ik was er dan niet, maar de andere jongens. En over de rest en over het weggaan, ja, je merkt het wel. Maar dat hoort ook bij voetbal en dat weten we allemaal. Dus ik denk dat het niet een groot probleem is om nog steeds te focussen op waar we mee bezig zijn. Het gebeurt, je weet dat het erbij hoort en je moet gewoon door en je moet zelf gaan focussen. Hoe is het voor jou persoonlijk? Afgelopen tijd natuurlijk bij een andere club, ander shirtje, op verhuurbasis bij Excelsior. Dan sta je hier nu weer in het rood-witte shirt. Hoe bevalt het? Hoe is het om weer met de jongens op het veld te staan? Ja, fijn. Ik ben hier met de reden. Ik wil graag laten zien wat ik geleerd heb toen ik weg ben geweest, vooral bij Excelsior. In het jaar Eredivisie dat ik gespeeld heb. En daar ben ik nu mee bezig. Ja, het voelt goed. Weet je, ik heb heel lang bij AZ gespeeld. Altijd nog onder contract gestaan bij AZ. Dus ja, dat een beetje als thuiskomen.